Houtdorp Nunspeet weer een succes, dat kunnen we wel zien. Ja, een hartstikke groot succes denk ik dit jaar. De meeste kinderen ooit. Dus ja, een topjaar. En wat je hoopt als organisatie, prachtig weer. We hebben heerlijk weer. En we willen er ook niet over klagen. Het is warm, maar wel heel leuk. En we proberen er zo goed mogelijk ook mee om te gaan. Hoop te doen. Wat hebben de kinderen al zo al gedaan? Nou, vooral heel veel bouwen. Dus pallets stapelen, meenemen naar de hut. En dan zulke mooi mogelijke kunstwerken bouwen eigenlijk. Nou, dat is allemaal goed te zien. Wat hebben jullie voor de kinderen? Ik zie nu een lekkernij op de achtergrond. Ja, vandaag hebben we de eer dat Froyo Limburgia ijsjes komen uitdelen. Morgen komt het ijscafé, dus wat dat betreft worden ze ook echt in de watten gelegd. En wat doen jullie als organisatie voor de rest tegen de warmte? Ja, we hebben om het half uur zitten we sowieso met de groep eventjes in de schaduw. Even wat water drinken. Zorgen dat, dat je echt even de rust opzoekt, zeg maar, met elkaar. Het was de woensdag en de donderdag tot 3 uur. Voor de donderdag komt er verandering in. Ja, omdat het morgen wel heel erg warm wordt, hebben we besloten dat we tot 12 uur programma hebben. Vanaf 12 uur hebben we nog een lekkere lunch. Die wordt door Camping de Tol verzorgd. En daarna komt dus het ijscafé en dan sluiten we vanaf 12:30 zeg maar af. Omdat het morgen toch wel echt heel erg warm gaat worden. En we willen ook daarin wel onze verantwoordelijkheid nemen, ook op die manier. Nou, succes nog even met het bouwen en na de rand het opruimen. Ja, dankjewel. Dat komt pas goed.